In je dat je lekker aan het werk bent en dat je opeens deze mededeling krijgt. Photoshop kan niet doorgaan omdat de werkschijven vol zijn. Hoe gaan we dat oplossen? Er zijn verschillende manieren om deze melding aan te pakken. Om te beginnen, wat is een werkschijf? Nou, Photoshop heeft eigenlijk een klein beetje harde schijfruimte nodig tijdens het gebruik om verschillende dingen te doen. Ik klik deze melding even weg, hij is nou wel duidelijk. Stel dat ik deze laag wil kopiëren naar een nieuwe laag en daardoor plaats ik hem bijvoorbeeld in het geheugen. Ik maak een nieuwe laag en ik plak de laag terug. Nou, dat stukje in het geheugen plaatsen, dat plaatst hij dan in het geheugen van de computer, maar dat is natuurlijk ook niet onbeperkt. Als dat op een gegeven moment te weinig is dan gaat hij dat gebruiken op een stukje harde schijf. En die harde schijf kan natuurlijk ook vol lopen. Dus stap 1 om het probleem met volle werkschijven aan te pakken... is natuurlijk gewoon schijven opruimen. Als ik even kijk bij mij in de Windows-verkenner... De schijf die ik als werkschijf gebruik, die, uh, dat is hier D, die heeft momenteel nog 3,88 gigabyte beschikbaar van de 1,8 terabyte. Nou, en dat is voor Photoshop te weinig. Dus ik zou gewoon dingen van die schijf weg moeten kunnen gooien. Maar ik heb nog een tweede schijf, Windows. Daar staat mijn Windows systeem op, daar staat Photoshop op geïnstalleerd en daar heb ik eventueel nog wel ruimte op. Dus ik zou ook kunnen zeggen van, hé, hey, ga ook die schijf gebruiken. Ik ga weer even terug naar Photoshop, want je vindt de instellingen over werkschijven hierbij bewerken en dan heb je helemaal onderaan voorkeuren staan. Dan krijg je een lijstje en dan heb je daar werkschijven staan. Je kunt ook op algemeen klikken. Je krijgt in ieder geval dit venster en ook daar kun je kiezen voor werkschijven. En je ziet het, ik heb dus twee werkschijven. Ik heb ook fysiek twee verschillende harde schijven. Bij mij gebruikt hij alleen maar D. Op de andere schijf staat Windows geïnstalleerd en Photoshop, dus daar blijf ik in principe lekker vanaf. Ik zou hem eventueel nog wel bij kunnen schuiven. Als het probleem op mijn D-schijf echt zou zijn, ik heb dat natuurlijk een klein beetje gefaked door de schijf even vol te pompen, dan zou je nog kunnen zeggen van nou, ga uh, ook gebruik maken van C. Maar in principe, uh, als je een aparte schijf hebt, doe dat gewoon. En heb je maar één schijf, heb je ook maar één keuze. Heb je nou twee schijven, heb je ook nog de optie om de volgorde te bepalen. Ik heb eerst D staan en dan C. En je hebt hier kleine pijltjes zitten als je de schijf hebt geselecteerd en daar kun je hem eventueel mee verplaatsen. In principe, D is mijn schijf die ik ja, in feite het minste gebruik. Ik gebruik hem voor opslag, maar niet voor, uh, voor het werken van de computer, niet voor het opstarten van programma's, niet voor het wisselbestand van Windows. Dus ik wil D eigenlijk gewoon beschikbaar hebben voor Photoshop om mee te spelen. Daarom heb ik D bovenaan staan. Je zult Photoshop waarschijnlijk wel een keer opnieuw op moeten starten als je hier dingen aan verandert. Ik laat het gewoon even staan zoals ik het wil laten staan. Maar ik heb dus nog steeds een volle harde schijf. Ik kan dus gewoon fysiek bestanden weggooien. Nou, dan lost het probleem zich makkelijk vanzelf op. Er is ook nog een ander iets wat je in Photoshop kunt doen. Ik heb bijvoorbeeld alle stappen die ik heb gedaan die uh, worden opgeslagen. Ik ga even het venster erbij openen. Kijk, dit zijn dingetjes die heb ik gedaan. Ik heb eerst een laag verwijderd, ik heb uh, een laag uh, zichtbaar geplaatst, ik heb het hele canvas geselecteerd, een nieuwe laag gemaakt, ik heb uh, geplakt. Dus ik heb hier eigenlijk vijf stappen staan die ik heb gedaan, maar ik doe natuurlijk veel meer. Om dit een beetje binnen de perken te houden. Want al die stappen worden opgeslagen. Ik kan dus gewoon uh, terug en dan zie je in mijn lagerpaneel dat er iets veranderd is. En ik kan weer terug naar plakken, dus dan wordt de laag weer geplakt. Maar ik kan daar ook zeggen van ik ga een stapje terug. Al die stappen die worden opgeslagen. En die worden opgeslagen in het geheugen. En is het geheugen vol, dan gaan we verder aan de werkschijven. Dus dit vreet altijd ruimte. Zoals je weet, ik kan nu via filter, ik wil eigenlijk een hoogdoorlaatfilter toepassen. Ja, dat gaat niet, want de werkschijven zijn vol. Maar deze stapjes in de historie kan ook gewoon los verwijderen. Je hebt hier bij bewerken, heb je een optie zitten leegmaken. En je kunt kiezen voor het klembord, dingen die je daar naartoe gekopieerd hebt. Dus gewoon een selectie maken en dan ctrl-c om te kopiëren. Dan staat het op je klembord in je geheugen. Of je hebt de historie, dat kleine rijtje wat we daar hebben. Of je kunt het allebei wissen. Of de videocache. Maar als ik bijvoorbeeld zeg van nou, doe alles maar eens wissen. Je kunt het niet ongedaan maken. Ik klik op OK en je ziet mijn historie is eigenlijk gewoon leeg tot en met de laatste stap. Is kijken of ik nu eventueel wel het hoogdoorlaatfilter kan doen. Nee, helaas nog niet. Dus ik zal echt gewoon fysiek dingen van de harde schijf af moeten gooien. Nou, geen probleem. Ik ga gewoon één bestandje verwijderen en dan gaan we eens zien hoe ver Photoshop is. Overigens, als je iets verwijdert, het komt natuurlijk eerst in de prullenbak terecht. En je ziet, ik heb fysiek eigenlijk nog geen vrije ruimte op de schijf. Maar als ik de prullenbak nu leeg maak, gewoon met rechts erop klikken en een keer kiezen voor prullenbak leegmaken, dan zie je dat ik opeens wel meer ruimte over heb. En nu zal ik waarschijnlijk mijn filter wel toe moeten kunnen passen. Nee, het zit er gewoon nog steeds niet in. Ga ik nog veel meer verwijderen. Kan nou wel een rigoureus de keer gaan. Ik verwijder 8 dingen. En met 16 gig moet ik zeker genoeg hebben. Kan zijn dat Photoshop het niet doet, hoor. Jawel. Nou, en ik ga dus gewoon weer verder waar ik was en je ziet die stap komt er weer opnieuw bij in de historie en zo ook alle andere stappen. Mocht je dus de melding krijgen dat je werkschijven vol zijn, dan zou je dat op deze manier aan kunnen pakken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.